Welkom bij Bink, de enige echte podcast voor en door de STV-supporter. Ja, Niele, het is zondagavond 10 september. Het is hier weer letterlijk heet in de studio's van Truto FM. We hebben net een special opgenomen. Juist, we zitten hier samen met Chris van Münster. Welkom, Chris. Hallo, welkom. Nogmaals. Maar nogmaals. Trouwens, voor we er echt aan gaan beginnen, belangrijk, we gaan zo binnenkort, we weten nog niet precies wanneer, maar de special die we net opgenomen hebben, ook delen op het internet. Dus zeker ook naar deze luisteren vandaag. Of nu willen we het over iets anders hebben. Want terwijl we het hier over 100 jaar STV hadden, voelden we allemaal, alle drie iets. Ja, we hebben nood aan een therapeutisch moment. Therapeutisch moment, want was er deze week gebeurd of was er vooral deze week niet gebeurd, Niele? Ja, goed gezegd, Jan. Nu dat we hier toch zitten, kunnen we het er ook eens over hebben. The elephant in the room, nog niet benoemd tot nu toe. Ja, goed, wij hebben tot de laatste moment gewacht op het verlossend nieuws dat wij een spits zouden aanwerven. Mm-hmm. En bij het eindigen van de Mercato bleek dat we dat niet hebben gedaan. Benito Raman was lang in de running blijkbaar, maar is dan toch niet gekomen. En zo zijn wij opgezadeld, misschien is dat een sterk uitgedrukt, maar zo voelt het wel, met onze twee huidige spitsen, Barnes en Kaya. Kaya. Ik moest even zoeken naar zijn naam. Nee, ik wist het, maar ik moest even zuchten. Het is een therapeutische sessie, zo, dat wou je ervan maken, hè, Jan. Juist. Dus ja, goed, hier zitten we dan. Ja, nee, misschien een therapeutische sessie, dat begint naar het schijnt. Met de vraag, Chris, toen je het nieuws hoorde, wat ging er door je heen? Hoe voelde jij je? Ja, ik denk zoals bij iedere STV5-fan, ontgoocheling. Hè? Ja. Ja, iedereen zit maanden te wachten op die spits. Hè? En ze hadden dan zelf wel aangekondigd van ja, aanvallende versterking is nodig, maar het zal pas op het laatste moment komen. Het probleem is ook een beetje dat je de laatste weken zag aan de ploeg van we brengen heel aardig voetbal, leuk voetbal zelfs. Hè? Ik vond het zelfs een opluchting, de eerste matchen in vergelijking met vorig seizoen, hè, mm-hmm. toen we wel resultaten haalden. Absoluut. Maar je zag ook nu die laatste wedstrijden dat je echt wel iemand nodig hebt in de spits die een bal kan bijhouden om resultaten neer te zetten ook. Want het is allemaal mooi en fraai om schoon aanvallend voetbal te brengen en te willen uitvoetballen, zelfs van op de eigen, eigen strafschopgebied, achterlijn. Maar ja, er moet iets staan van voor, anders gaan we echt wel in moeilijkheden geraken. En dat is toch iets waar, dat, denk ik, de meesten nu voor vrezen. Hè? Mm-hmm. Ik deel die mening en ik heb vooral zoiets van, je hebt nu eens een goede ploeg, je hebt nu eens, hoe moet ik dat zeggen, er gebeurt iets. Er is chemie. Er is chemie, ook met de supporters, er is de jeugd, er zijn de Japanners met kwaliteit. Maar je weet, in een ploeg heb je een goede spits nodig en die heb je in die elf niet. Alleen in een hele selectie niet, die echt die spitspositie aan kan. En dat kan verschillende vormen zijn. Dat kan een vlotscorende zijn, dat kan iemand zijn die heel veel weegt, maar misschien niet zo vlot scoort, maar dan scoren misschien anderen. Maar het is geen een van dat allemaal hebben we niet. Mm-hmm, mm-hmm. En we zijn ook niks gaan halen. Ja, mm-hmm. En dat is zo nu het gevoel van, wat wordt het dan nu? Allee. En wat ik persoonlijk ook vind, ik vind het een beetje vreemd dat we Hayashi wel uitgeleend hebben. Wat toch een valabele spits was. Oké, je kan daar geen targetspits van maken, maar was toch een werker. Iemand die ook regelmatig toch een goaltje mee pikte. Dat is dan weer iets wat er bij mij niet in kan als je ziet wat je nu wel nog vooraan in de spits kan zetten. Plus. En dat is met alle respect voor jongens als Kaya die zich de longen uit het lijf lopen en doen wat ze kunnen, maar we moeten toch vaststellen dat dat voorlopig onvoldoende is. En dat was ook, bij wijze van spreken, uw derde keuze hè, vorig jaar. Dus allee, dat moet dan nu ineens uw eerste keuze zijn. Ja. Ah, ik vind dat echt. En je gaat dan Barnes halen en ja, in mijn ogen voelt hij al even min. Dus ik ben nog eigenlijk nog meer geneigd, maar daar blijkt weinig ruimte voor te zijn. Ik ben nog meer geneigd met Okazaki daar te zetten dan met die twee anderen tot nu toe. Ah ja, het is echt te weinig. Maar ja, Okazaki, als die invalt,
Je ziet toch dat het beste daar... Ja, maar hoe kan dat op een paar maanden tijd, Jan? Leg me dat uit. Ja. Oké, misschien een deel van de voorbereiding niet meegedaan, maar ik... Leeftijd, toch niet? Een paar maanden terug speelde die nog, ik weet niet hoeveel kilometers op middenveld. Als hem die kilometers vooraan doet en hij is balvast, ja, dan denk ik dat we daar nog altijd meer bij zijn dan bij mannen die... Met alle respect. Ik heb jullie interessante discussies met Matthias toen gevolgd over Okazaki. Hè? Ja. Want ja, uiteindelijk... was dan een spits, maar vorig seizoen heeft hij ook meer teruggetrokken gespeeld. Hè, en was het vooral zijn loopvermogen, zijn positiespel. Maar inderdaad, je moet je de vraag stellen van... Zou dat toch niet beter zijn dan wat er nu vooraan rondloopt? Dat denk ik. Ah, ja. Want ja, uiteindelijk moet ik ook zeggen... Ze zijn dan heel lang met Raman bezig geweest. Dat was nu ook niet misschien het type waar je 3-4-3... Maar ik moest daar... Want Hayashi is toch... Ik ben niet zo'n voetbalkenner, maar meer hetzelfde profiel als Raman. Dat vind ik ook wel, ja. Maar ja, je komt nu ook uit met het feit dat je op een flank met Steukers zit, waar je bijvoorbeeld ook een Hayashi... Of waar een Raman ook eerder zou passen. Mm-hmm. Hè, want ja, Jarne heeft een aantal heel goede wedstrijden gespeeld, maar je moet daar ook een backup hebben. Die hebben we ook niet echt. Hè, nee, dus, nee, klopt. En in die optiek hebben ze misschien om Raman gekozen dat ze die ook zowel vooraan konden zetten als daar. Mm-hmm. Maar had dan Hayashi gehouden, denk ik dan zelf. Maar ja, er kunnen ook redenen zijn die wij niet kennen waarom dat Hayashi weg wou. Hè. Het is een verhaal dat aan twee kanten speelt. En bij Raman is het denk ik inderdaad polyvalentie dat hij ook rechts kon spelen, maar ook centraal. Hoewel, moeten ze dat ook nog zien. Maar ik denk wel dat een speler ging zijn die past in het systeem van Fink met veel lopen en beweging vooraan. En wat mij wel... En een bepaald niveau. Hè. Ik bedoel, die man heeft bij Anderlecht nu... niet het grote Anderlecht van vroeger, maar toch een degelijk niveau. Heeft daar ook misschien zijn stad zijn niet zo geweldig, Maarten. En een vriend van ons die dat opwees. Terecht ook, want dat is inderdaad een probleem een beetje met Raman. Maar wel het soort speler waarvan ik wel wat warm werd. Ik denk dat dat het niveau is waar je nood aan had. Ook al intussen 28... Ik weet, de vorige periode was hem toch ook redelijk geliefd bij de supporters. Iemand die altijd zijn truitje nat maakt. En ik denk dat hij die hier zo wel wat een beetje sterrenstatus had kunnen krijgen die hij wat nodig heeft om zo wat boven zichzelf uit te stijgen. Zonder daarom arrogant te worden. Ik denk dat die feeling bij hem er ook wel zat. Want als je het zo hoorde van Kortrijk zinde hem niet, maar STVV zag je wel zitten. Ik denk ook wel dat hij met die korte ervaring dat hij hier gehad heeft gedacht van... En het voetbal dat we nu spelen, want dat is een ploeg waar ik mezelf ook kan terug in de aandacht voetballen. Maar en dat ik, ik denk dat daar wel iets had, dat had geklikt. Ja. En dan vind ik het wel jammer. Ik vind nog wel andere dingen jammer. Maar goed, ik ga u even aan het woord laten. Ja. Nee, maar wat mij vooral opvalt dan inderdaad, voor Raman is op dat soort dingen gemaakt van, kijk, ik denk dat ik hier goed kan in een ploeg terechtkom die goed voetbal speelt, waar ik inderdaad, en ik volg je volledig, Niele, wat je daar zegt, blijkbaar, als je het dan moet geloven, zou het dan afgesprongen zijn op 200.000, 300.000 euro die je dan zelf zou moeten bijpassen. Daar kun je veel van zeggen. Ik denk, het makkelijk is van onze kant om te zeggen, dan kun je spelen. Maar wie laat er 200.000, 300.000 euro liggen? Het is nu ook niet de multimiljonair voetballer. Dus ik kan daar ook wel ergens begrip voor opbrengen. Wat mij vooral een beetje zorgen baart, is dat het dan effectief, als je het allemaal moet geloven, valt met 300.000 euro. En dan denk ik, dat is toch opmerkelijk. Hè? Ja. Als ze voor 300.000 euro niet kunnen doorduwen... En dat is alarmerend naar de toekomst toe, denk ik ook. Want ja, je ziet dat er altijd grotere bedragen omgaan. En je mag daar kritisch over zijn, over hoeveel voetballers verdienen en dit en dat. Maar als je op het hoogste niveau speelt en wilt meedraaien met je ploeg, ga je mee moeten. Hè? En ik weet dat de mannen van DMM en de mannen die verantwoordelijk zijn, heel veel inspanningen doen om... sponsorgeld rond te halen, vooral uit Japan dan. Hè. Mm-hmm. En dat DMM ook heel veel in de club steekt, maar op een bepaald moment, als je op een grens stuit, en je zegt van dat je zelfs inderdaad met 300.000 euro verschil maakt, dat maakt ook het verschil tussen een heel goed seizoen en een misschien moeilijk seizoen. Mm-hmm. Als je die niet kan of wil geven, om welke reden dan ook, want daar tasten we ook een beetje in thuis ervoor. Ik denk van gesprekken die we met bestuur hebben gehad,
waar jullie bij waren en ik bij waren, dat ook blijkt dat zij het echt volgens de regel willen spelen. Hè. En dat ze ook denken van, oei, die puntenaftrek die er komt als onze financiën niet in orde zijn. Mm-hmm. Maar ja, zover is het in België nog niet, ook niet. Hè. Dus, plus ja, je denkt van, ja, kijk, je pompt zoveel miljoenen elk jaar als sponsoring in de club. Kan die 300 ervan? Dat geloof je. Ja. Ja, dat was ook een van mijn eerste opmerkingen. En dat gaat dan toch het verschil maken. Hè? Allee, ik voel dat echt aan als, zoals gezegd, het verschil tussen, en je hebt het zo straks ook onder onze gezegd, tussen zo wat richting bovenaan play-off 2 en richting die play-off 1 te kijken, zo, met, misschien met wat chance. En nu is het naar onder kijken. Absoluut. En ik wil toch nog eens blijven stilstaan met €300.000 daar, uiteraard. Ja. Ik vind dat dat ook een beetje tekenend is voor... Mogelijk, want ik ben natuurlijk niet zo dicht betrokken, maar met het feit dat die lijnen zo ver liggen. Waarmee bedoel ik? Als die lijnen dicht zijn, of kort bij liggen, en je hebt €300.000 nodig om echt een belangrijk, cruciaal dossier, een risico te nemen. Dat is een risico pakken, maar dat is wel één, denk ik, dat die berekend is, ja. Die denk ik ook wel absoluut meerwaarde zou bieden naar de toekomst toe, maar dat dan niet in slagen... Ja, misschien zijn we ook een beetje te ver af. En dat is ook een beetje mijn kritiek geweest vanaf het begin. DMM is een gigantisch bedrijf. Ik denk dat wij daar niet kunnen ons voor kunnen stellen welke middelen dat heeft. Maar toch, ja, het is maar wat het is voor STVV. En daar kan je kritiek op hebben, maar ook wel begrip. Ja, het is eenmaal de strategie die ze hebben. Alleen, dan sluit ik me aan bij Chris. Van, ja, het is eieren of jung. Ofwel wilt je... een kwalitatieve ploeg hebben in eerste klasse en dan moet je daar ook naar investeren. Ofwel kunt je dat niet, maar dan is het misschien tijd om een andere beslissing te nemen, hoe moeilijk dat ook is. En misschien ook niet zo aangenaam voor ons om te luisteren. Maar... If you can stand the heat, stay out of the kitchen. Ja, dan gaan ze misschien meer begrijpen dan eieren of jung. Ja, maar het is wel zo. Dat is hè. En daar heb ik hetzelfde met die 300, hè, waar het dan blijkbaar over toch gaat. Hè. Dat gaat dan over het loon. Maar je kunt daar ook natuurlijk ook wel... Hun uitleg, hè. Pinto heeft dan een belang, wat ik trouwens maar een zwak interview vond, als ik eerlijk ben. Maar ja, dus als je het dan tussen de regels leest, van ja, zij leggen de fout bij de positie die Anderlecht heeft ingenomen, waar daar eerst leek ze wel te willen meegaan en dan niet. En dan uiteindelijk ja, heeft Anderlecht het eigenlijk slim gespeeld en verlegt de bal en zegt, ja, maar we zullen wel ontbinden. Neemt jij dan het loon over van Raman? En ja, dan wordt Raman de schuldige. Maar... Ja, enerzijds is dat, maar anderzijds wat mij ook fel stoort is dat jij, hoe laat is het ongeveer geweest, dat aangekondigd is dat ze geen transfer gingen, 11 uur? Ja, 10 voor 11 of zoiets. Ja, en 10 voor 11 zelfs. Ja, er was geen plan B. En dan had je toch nog een uur. Ja, misschien is dat heel kort dag dan, maar dat geven ze ook toe. We wouden dan geen paniekvoetbal spelen. Ja, sorry, maar... We hebben een spits nodig, hè. Heb je dan geen plan B? Ja, voilà, maar dat is mijn punt ook, want we hebben het daarnet over... Ik denk dat er twee grote vraagtekens zijn. Eén, wat is de impact die het DMM wil hebben op Belgisch voetbal en welk bedrag wil ze daar tegenover zetten? En twee, ja, middelen zijn ook wat ze zijn. Is er goed gewerkt met de middelen die er vandaag zijn? Want €700.000, dat we dat neerleggen, is ook niet weinig. En ik denk dat het de uitleg tweeërlei is, hè. Het is inderdaad... Ja, niet dat is goed gewerkt. Wel eigenlijk vrij veel. Hè? Ja. Niet goed gewerkt, sorry dat ik het moet zeggen. En de belangrijkste KPI voor, het belangrijkste objectief voor dit jaar was een extra spits op sportief vlak. We hebben heel veel spelers gehaald, maar geen spits die naam waardig is. Ja, als dat de slotsom is, dan mogen we, denk ik, als supporter ook zeggen: ja, niet geslaagd. Punt. Ja, dat denk ik ook. Om terug op die eieren te komen, ze hebben hun eieren te veel in één mandje willen. Ja, ja, ja. En ik vraag mij ook af, hè, hoe moeilijk kan het zijn om voor €700.000 een spits te vinden die iets beter is dan Kaya en Barnes? Ja, ja, want dat is het dan ook. Hè. Uiteindelijk zeg je, heb je nu gemikt op Raman, daar had je dus 700 voor over. Geef ik u gelijk in. Ja, had je dat niet gevonden? Allee. Daar zit toch nog een verschil tussen, lijkt mij toch ook. Dat is een teken dat hun scouting misschien toch ook niet... Enfin, we weten het natuurlijk niet, hè, hoeveel spitsen dat ze afgegaan zijn. Ze hebben hun scoutingsmodel wel al eens uitgelegd, maar je hebt toch een hele pool van namen. Hè. Daar zou toch iets moeten uitkomen wat iets meer niveau haalt. En dat je desnoods kan zeggen van, kijk, als we niet... onze eerste doelstelling halen, kunnen we daar nog op terugvallen. Maar... Ja. Ja, dat is ook dus niet. Ja, want bij die 700 heb je dan, zo te zeggen, wel nog altijd om 11 uur 's avonds. Hè. En misschien werkt het zo niet en denk ik daar verkeerd over na.
Maar ik hoor toch, als je zo eens naar Mid-Mid hebt geluisterd en Cyril Dessers die op een luchthaven stond en ineens blijkbaar getransfereerd was naar een ander ploeg. Allee, die dingen worden last minute ook nog veranderd en dat is een heel heksenketel. Hè. Dat is gewoon zo. Maar blijkbaar hebben we dat risico dan niet durven nemen. Dus we zijn nu eigenlijk ja, blijkbaar wel €700.000 uit het budget dat we nog altijd hebben. Ja, maar ja, ik was zo boos. Ik was echt razend toen ik dat... Dat is een feit, ja. Ja. Omdat je gewoon... Ik was ook heel ontgoocheld. Ja. Ik moet echt zeggen, ik was heel ontgoocheld. Ja, ik denk dat ja, dat de algemene teneur is bij de supporters. Als je met de mensen praat, als je het ook leest op socials, hè, dat de sfeer daardoor ook een beetje omslaat van... Hè, ik wil ook niet alles met de grond gelijk maken, want er is goed werk geleverd ja. om een jonge, frisse ploeg neer te zetten. Maar het staat en valt toch altijd nog een beetje met die spits. En dat heeft de sfeer die goed was rond de ploeg, denk ik, bij de supporters ook wel wat doen omslaan. Mm-hmm. Hè? Absoluut. En je hebt altijd wel meer kritische mensen en minder kritische mensen. En ja. We zijn supporter, dat wil zeggen, we moeten ze ondersteunen. Maar dat is toch één ding waar we ons vragen bij stellen, denk ik, op zijn minst. Hè? Ja, en ik heb... Ja, en dat vind ik ook wel zelf ook een beetje jammer. En dat is misschien ook ineens dan aan mezelf een oproep van... Ja, we mogen ook nu niet ineens alles... het kind met het bad gaat er weggooien en ineens alles overboord gooien en alles is dan slecht. Allee, ik wil er ook nog volledig terug achter staan. Ja, het vertrouwen is een beetje... Is beschadigd. Beschadigd en dat moet terughersteld worden. Ja, ik denk ja, zo'n interview in Belang van Limburg is misschien de eerste stap, maar ja, uiteindelijk... Het zal toch op de plein moeten gebeuren. Het zal op het veld moeten gebeuren. En dat is toch iets waar ik de volgende maanden de grootste angst voor heb, dat we daar... We hebben een moeilijk programma. Ja, en met een zeer onevenwichtige kern. Je zit ook plots met een keepersprobleem, ja. Want... Ja. Jo Koppens heeft bijgetekend en die stelde zich met een rol van tweede keeper tevreden. Maar ja, misschien wordt hij derde keeper. Ja, ja. Je zit daar nu met Schmidt. Wat gaat ermee gebeuren? En ook zo weer een heel verrind verhaal. Hè, van, ja, tussen de lijnen las je eigenlijk van... Ja, ze wil gaan het onderzoeken wat er met Metz is gebeurd. Dus ze vinden dat er iets onregelmatig is gebeurd. Ja. Hè, er zijn dingen in contracten veranderd, eenzijdig en zo... Naar verluid. Hè. Dus ik zeg maar wat ik zelf heb opgevangen. Mm. Nu, het beste wat je daarmee kan bereiken is dat Metz daarvoor gaat gestraft worden. Maar daar schiet je niks mee op. Je zit nog altijd met die keepers. Dus vinden ze voor Schmidt een oplossing in Griekenland of Turkije? Misschien. Ja. Maar anders dan denk ik dat je met een serieus probleem zit. Hè. Ja. Absoluut. Ja, ook toch weer budget. Hè? Ja. Allee, dat is ook weer geld. Ja. Dat er naar iemand anders had kunnen gaan. Ja, dus. En misschien dan... was dat 300. Ja. Ja, het zal meer geweest zijn. Hè? Ja, ja. Ja, maar ja, goed. Dat hadden we kunnen gebruiken. Ja. Maar ja, goed. Allee. Maar ik wil toch nog iets zeggen ook over dat beperkt scoutingsapparaat of toch iets wat daar naar doet vermoeden. Ik denk ook dat wij... Het is ook niet de eerste keer dat gezegd wordt dat het belangrijk is dat wij niet een satellietclub worden, maar dat wij toch een samenwerkingsverband hebben met een grotere club. Ik denk dat we dat heel hard missen. Ja. Want als je ziet, dat kan bijna niet anders dan dat wij daar een competitief nadeel in hebben met al die andere ploegen die dat wel hebben. Want onze staf, laat ons eerlijk zijn, is toch heel beperkt. Dat is één. Twee, je hebt natuurlijk de link met Japan, maar ja, je kunt niet blijven Japanners naar hier halen. Bovendien is de Japanse markt ook gegeerd nu meer en meer bij andere ploegen. Nee. Dus we gaan, denk ik, moeten naar een andere situatie gaan waarbij we meer investeren in ons scoutingsapparaat en onze technische staf. Plus meer budget. En ik vraag me oprecht af, je mag me altijd tegendeel bewijzen, maar ik vraag me echt oprecht af of dat met DMM gaat gebeuren. Ja, dat is denk ik een open vraag. Ik volg je voor een stuk dat je zegt van, kijk, we moeten misschien de link aanhalen met een aantal buitenlandse topclubs, maar we hebben ook wel wat bucht van Chelsea en zo over de vloer gehad. Ja. Dus je moet een beetje ook zien van, hè, als de tijd dat ze een Akpom zijn gaan halen, bijvoorbeeld, hè, dat bewijst nu ook wel waar je nu speelt. Hè. Dus dat was dan wel goed. Maar ja, we hebben ook de Cuevasen en João Rodriguezen van de wereld over onze vloer gehad. En je denkt van, ja, wat zijn we daar nu mee? Nu zijn we ook met Barnes. En onder Roland ook nog de bucht van Standaard, om niet te vergeten. Ook wel. Ja, absoluut. Maar goed, er is toch iets structureel dat we ook in vraag mogen stellen en moeten vragen, of moeten stellen als supporters. Maar niet dat jij zei, je wou eigenlijk zeggen, ja, maar goed. Ja, nee, wat ik nog één ding... we gaan terug naar die ploeg moeten kijken, maar ja,
Allee, we zijn alle twee, of alle drie dan, toch niet overtuigd van de capaciteiten van Barnes en Kaya daar diep in de spits. Ja, hoe kunnen we dat oplossen? Ik heb al Okazaki geopperd, maar ik weet ook wel, daar is ook, dat verhaal is misschien ook niet realistisch als hij blijkt niet in vorm te zijn. Maar ja, wat kun je nog doen met die kern dat je nu hebt? Zou het een oplossing zijn om daar Koita centraal te gaan zetten? Mm-hmm. Maar dan neem je weer heel veel van zijn sterkte weg, denk ik. Want ja, dat is echt wel... Dan, je hebt nu een supersterke linkerflank met Koita en Narbuka achter. Ja. Als je die gaat uiteenhalen, dan ga je misschien weer de ploeg verzwakken. Ik heb ook al gedacht van schuif iemand uit het middenveld naar voren, maar dat zijn ook maar dat zijn ook geen mannen met gestalte en met Matthias nog wel het meeste voetbal, ja, wel met voetballend vermogen, maar je kan moeilijk in Ito of zeggen van we spelen zonder spits, maar. Ja. Nee. Ik zie het ook niet. Ik zie het ook niet, hè. En het is vooral, ja, we hebben al van begin gezegd, het gestalte is er niet echt. Goed, je raakt er wel, als je de bal voetbalt, maar bijvoorbeeld tegen Cercle, ja, we hadden het wel eens nuttig geweest van die lange bal te spelen en al met een grote spits had dat al wel geholpen. Ja, plus ook, wat ik ook opmerkelijk vind, want ik ben ook heel lyrisch geweest over de eerste weken, maar het waren ook momenten dat het ook anders had kunnen lopen. Tegen Kortrijk bijvoorbeeld, ja. Ja, maar dat was nu wel een match, Jan, waar ik vond dat hij in twee richting... Die keeper had wel drie gemaakt en gewoon bijna eruit. Ja, en ja, ik kan ook zeggen, van of waren voetballend 10 keer beter dan Kortrijk. Ja. Klopt. Maar je moet die goal nog maken. Dat heeft eigenlijk toen ook relatief lang geduurd. Tegen Standaard heeft het ook relatief... Ook een van de zwakkere blijkt nu. Heeft het ook relatief lang geduurd eer dat we die goal scoren. Ja. Als je altijd die matches zo moeilijk wint en dan... Ja, ik denk nu aan Gent. Hè. Iedereen vond het fantastisch. We speelden 1,5 uur van het veld. Maar ja. Maar het had misschien ook 3-0 moeten zijn. Dan hadden we ook 2-3 gewonnen. En... Tegen Anderlecht had je ook kunnen winnen als je daar die goal maakt. En dat is dan eigenlijk ook nog een beetje de vraag. Like, tegen Anderlecht speelden we nog wel... Als zij druk kwamen zetten, speelden we daar onderuit. Tegen Cercle lukte dat al niet. Nee. Oké, ook omdat Cercle zo'n ploeg is die dat kan, die druk zetten. Dat gaat niet iedereen kunnen. Maar meer en meer ploegen gaan wel zien wat ze hoe moeten het doen. Moet. Ja. Hè? Dus ja, ik vond het al een beetje tegen Charleroi. Ja, veel variatie krijg je niet op dit ogenblik om dat thema. Vooral omdat je inderdaad die ballen niet kunt naar voren smijten, omdat er niemand staat die er iets mee aan kan. Ja, en dat zou Ito ook bijvoorbeeld nog veel meer gevaarlijk en productief maken. Als er iemand is waar hij kan bij aansluiten. Ja, dat denk ik. We hebben in de voorbereiding heb ik nog een paar keer gezien van Ito, dat je denkt van, klein manneke, maar ik zie ons tegen Lierse nog, hè, een counter met 3 spelers van STVV. En hij schiet flink vanuit van aan de rand van het strafschopgebied de hoek in. Hè, zonder, hè, terwijl de verdediging zich op de andere spelers concentreerde. Ja. Dat heb ik Ito nog niet kunnen zien doen in competitie, vooral omdat hij zo hoog niet komt. Ja. En hij komt zo hoog niet omdat die spits daar niet staat, die bal kan bijhouden voor hem. Ja. Dus het blijft een groot vraagteken. Dus ik noteer eigenlijk dat we ook niet de oplossing hebben. Hè? Ja, nee. Maar het zal niet verbazen dat wij het ook niet hebben. Nee. Het ding is dus ook, je weet ook nog niet... Allee, de stand is zich zo aan het vormen. Ja, je kunt zeggen, je hebt je punten van achter gehaald, dat is waar. Je hebt ook al tegen de top 3 gespeeld, dat is ook waar. Het zit zo wat tussenin. Het is nu nog even een moeilijk programma. En daarna komen 4 of 5 belangrijke weken... Als ik me niet vergis, hè, dat is na elkaar alles wat zo in die middenmoot staat. Hè. Ja. En dat kan. Daar dat kan het weten. Gebeuren. Make or break. Ja. Ja. Dus het is gek toch, hè, hoe dat één ding plotseling heel wat enthousiasme kan kapotmaken. Ja, ja, maar ja, ik denk... Allee, het is wel een belangrijk ding. Ja, ik denk ook van de vorige wedstrijden dat iedereen daar nog mee kon leven, dat die spits nog ging komen. En dat je zegt van, oké, we zien dat er aan die ploeg iets ontbreekt. Hè? Dus we brengen dat geduld wel op. Mm-hmm. Maar dat je denkt van, als die er eens is, dan gaat die ploeg draaien. Ja. Maar hij is er nu niet, dus ja. Ook door de beloftes die er gedaan zijn. Hè? Van, heb geduld, we zijn ermee bezig. En je snapt ook wel, en je weet, intussen denk ik dat iedereen er wat begrip voor heeft voor de iets moeilijkere financiële situatie, of dat wij niet een carte blanche krijgen. Ja, goed, dan weet je dat tot 6 september kan duren. Maar het is dan niet gebeurd. Allee, ja. Ondanks de belofte, ja, dan is dat is logisch dat wij ontgoocheld zijn. Hè.
Maya. Gaat, voilà. Maya. Maya. Genoeg geklaagd. Misschien. Genoeg geklaagd. Of, ik weet niet, Jan. Ja, ik weet het niet. Goed, ik heb, je heb je... Heb ik mijn therapeutes Hoe voelt jij je? Wel, ik ben echt oprecht aan het zoeken naar een gevoel bij mij van oké, okay, kom aan, het is nu zo, we gaan ervoor. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, als ik dat nu zou doen, zou dat niet echt oprecht zijn. Ik voel je me hebt altijd... nog een week voordat tegen mij gewonnen is. Hè? Voilà. Dus dat, ik heb echt nog niet het gevoel van alright, nu gaan we er terug tegenaan. Nochtans denk ik wel dat dat heel belangrijk gaat zijn, want ik wil zeker ook niet zakken in het jaar en dat ik we 100 worden. En tegelijk vind ik ook niet dat wij verdienen van te zakken. Ik vind niet dat onze... Allez, het is jammer van die spits, maar op zich is de rest ook wel van een zeker niveau dat ik, en van wat ik al gezien heb dit seizoen, waarvan ik zeg, ik denk dat we daar wel mee kunnen in eerste blijven. Ja, ja, ik denk dat ook. Het is alleen dat de opdracht moeilijker wordt zonder. Hè. Is het... Oula. Krijg je niet ineens een mooie verlichting? Ja, ik licht ineens een licht aan. Misschien ik ben nergens aan geweest. Om standaard te vermelden, want het kleurt hier rood. Hè. Dat is bijvoorbeeld... Die waren toch veel zwakker dan mij. Ja, standaard, ja. Bijvoorbeeld. Hè. Maar ja, die hebben wel nu drie of vier mannen bijgehaald. Hè. Dat is waar. Dat is waar. En je ziet andere ploegen wel iets binnenhalen. Ja. Maar anderzijds ja, moeten we ons denk ik optrekken aan het feit dat we hebben een degelijke verdediging staan. Mm-hmm. We hebben in principe goede keepers genoeg. Misschien kan Suzuki... Ja, misschien kunnen we daar een van in de spits zetten. Die Suzuki is anders iets een beetje... Het carrieur van Lukaku. Zo. Ja, dat is een beer van een vent. Hè, man. En je hebt een middenveld dat ook niet onaardig doet. Hè, laat ons zeggen. Een mooie linkerflank heb ik ook al vermeld. Dus er is wel basis. Hè, maar net dat tikkeltje dat je nodig hebt om echt een zorgeloos seizoen te spelen. Ja. Want ik denk dat het nu ook wel weer lastiger wordt door de nieuwe competitiestructuur met die playdowns. Ja. Persoonlijk vind ik dat beter, want ik vind ook niet... Eén ploeg degraderen. Hè. Je geeft ook aan mensen die per ongeluk is degraderen niet de kans om... Nu krijgen die iets meer kans om terug te komen. Het is terug een iets opener systeem, wat een competitie toch zou moeten zijn. Maar het maakt het ook heel veel moeilijker. Hè. Want als je in de laatste vier terechtkomt, daar blijft er eentje van. Zeker in eerste klasse. In A, sorry. En er kunnen er twee of drie degraderen. Dus ja... Ja. Laat ons zeggen, toen we 50 jaar waren, zijn we gezakt. Laat ons hopen dat de geschiedenis zich niet herhaalt bij het nieuwe jubileum. Hè. Dat zouden we echt niet graag zien gebeuren. Nee. Nila, oké, okay, misschien ik geef u nog een kans om mij op te peppen. Goed, ik zal mijn best doen. Wat zou je tegen mij zeggen en tegen al die mensen die nu ook thuis lastig in hun zetel zitten en zoiets hebben van ik ga niet naar Mechelen, dat ze me een zak opblazen. Wat zou jij zeggen? Even... ik moet me even ook opladen, want het was inderdaad deze week een moeilijke week. Maar goed, hè, zoals ik daarnet zeg, we hebben nog een redelijk sterke kern. We hebben niet die spits die we moesten hebben, maar we hebben wel een sterke kern. Het is zoals Chris net zegt, hè, de goede kanten die we hebben... Daar kunnen we wel al mee verder. We zijn zeker niet zwak, hè, broertje. We hebben een ambiance nu terug. Er was goed veel volk de laatste maatje. Als we daar blijven achter zijn, kan er ook altijd wel iets meer gebeuren op staan. En dat in ons 100-jarig bestaan. Dus als we daar allemaal al wat achter gaan staan, wie weet gebeurt er dan wel iets speciaals. Hè? Dat is nogal gebeurd andere jaren. Dus... In die match, dat moet gebeuren, moeten we er allemaal staan. En dat begint zeker en vast nu zondag tegen Mechelen. Ja. En ook niet onbelangrijk punt dat we toch nog mogen vermelden, is dat de Japanners wel geluisterd hebben naar de wens van probeer uw eigen jeugd een beetje te lanceren. Hè? Dus we hebben, als je een Matte Smet ziet spelen, dat is ook dankzij Hollerbach vorig seizoen, die hem in verdediging zet, die staat in de verdediging te voetballen. Alsof hij al jaren ervaring heeft als centrale verdediger, terwijl dat eigenlijk een zes was. Hè? Dus op zich zou ik zeggen, kom voor die gasten naar Staaien. Ook voor een Delors die zich mooi ontwikkelt. Een Van Helden die na die uitleenbeurt ook een stevige verdediger geworden is bij MVV. En idem dito voor Steukers. Hè? Dat is nog een veel betere voetballer geworden. Dus op zijn minst, komt voor de treiniers. Komt voor de treiniers. Ik heb eigenlijk wel meer goesting gekregen nu ik jullie beiden heb horen zeggen. En ik hoop dat de mensen thuis... En Mechelen, laten we eerlijk zijn. Goed, die hebben zich wel versterkt. Maar die hebben 9 op 9. Ik weet het allemaal. Die heten niet voor niks de kakkers. Hè, dus. Ja, die hebben ons al uitgelachen toen we gezegd hebben. Ik heb het er niet op. Die ploeg moeten we gewoon ook gewoon
echt bekampen alsof er niks gebeurd is. Hè. En als we daar als supporters gewoon al gaan achterstaan, kan er dus al veel gebeuren. Ik denk ook dat is een ploeg die we moeten aankunnen. Hè. Voilà. Dat van ons niveau of zelfs iets lager is. Maar ja, de doelpunten moeten er komen. Hè. En misschien komen die er vlotter als wij massaal aanwezig zijn om te pushen. En vooral niet wegblijven. Ja. Voilà. Nee, we gaan dus niet. Ik ga gaan. Ja. Voilà. Zondagavond, 18:45. Hè? Zondagavond, 18:45. Ja. Dat is nu ongeveer. Ja, exact een week. Ja. Dus iedereen heeft nog een week om zich op te laden. En wij gaan dat ook doen. Laat ons dat niet flauw over doen. We blijven binken tot het einde der tijden. En ook volgende week zullen we er staan. En we hopen met jullie allemaal samen. Goed, ik denk dat was. Dank jullie wel. Niele, Chris, ik voel me al een stuk beter. En, het moest eruit. Het moest er gewoon even uit. Voilà. Goed. Dank jullie wel en tot een volgende keer. Tot een volgende Pink.